Zo'n piloot die vliegt s'nachts en dan komt er zo'n laser de cockpit binnen. Ja, dat klopt. Ja, die piloot die zit hier. En die laser die komt op het glas van die cockpit. Die groene straal die op die cockpit die verspreidt zich door die hele cockpit heen. En die piloot die zit dus een tijdje helemaal niks meer. Is helemaal gedesoriënteerd, kan zijn instrumenten ook niet aflezen. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Hinderlijk, maar ook gevaarlijk. In de cockpit zal de laserpen er ongeveer zo hebben uitgezien. Oogverblindend dus. Het vliegverkeer rond Amsterdam heeft er vaker last van. Maar dat een politiehelikopter het doelwit is van een laserpen, dat komt minder vaak voor. Toen de heli gisteravond omstreeks 9:15 de laser zag, werd de woning van de dader getraceerd en ging de politie op de grond erop af. En zij hielden een 15-jarige jongen aan. Hij is toen daarna weer heen gezonden. En vanmorgen heeft hij zich weer gemeld en is hij verder verhoord. Er wordt nu procesverbaal opgemaakt door de luchtvaartpolitie. En dat gaat naar het Openbaar Ministerie. En die bepalen dan wat er met hem gaat gebeuren. Het is in Nederland verboden om laserpennen te bezitten met een sterkte van meer dan 5 milliwatt. Maar in het buitenland en ook op internet zijn de pennen gewoon verkrijgbaar. Zo kwam ook de dader van gisteravond aan zijn laserpen. Hij had deze pen voornamelijk thuis gebruikt, ook met een vriendje om te spelen. Maar gisteravond was hij toevallig buiten. En toen zagen ze een lichtje in de lucht en hoorden een heli en dachten, eens kijken of ik die kan aanschijnen. En hij vond het dan achteraf ook al stom. Een laserstraal in de cockpit heeft nog nooit voor ongelukken gezorgd, maar het kan levensgevaarlijk zijn en is dus geen spelletje. Je kunt heel goed zelf beseffen, denk ik, wat dit kan aanrichten, dat heel slecht is voor het zicht van de piloot. Dat je een vliegtuig hindert en zelf het luchtverkeer in gevaar brengt. Dus ja. Iedereen zou er even goed na moeten denken als volgens die dit soort activiteiten uithaalt.